Wie wordt het nieuwe koningspaar van basisschool De Liaan in Helden? Maandagmiddag schoten de leerlingen van groep 7 van de school bij Schutterij Sint Lambertus in Helden om de school te vertegenwoordigen op het kinderoorles. Wij gaan nu op blokjes schieten. Jullie krijgen de man, mogen jullie 10 schoten doen. En wie de minste missels heeft van die 10 schoten, die is koningin. Yeah! Basisschool De Liaan doet in juni mee aan het kinderoorles in Maasneeuw. Dat betekent dat elke school voorbereidingen moet treffen, zoals het maken van een kostuum en het bepalen van het koningspaar. Ja, ik ben buksmeester en ik let op de kinderen die bij me staan. Ze schieten met een wapen, dus je moet altijd goed uitkijken wat je doet. Kinderen kan ook van alles rond. Zwaai je met zo'n ding, dus daar sta je eigenlijk bij. En dan zeg ik ze dat, hoe ze eigenlijk moeten schieten, waar ze op moeten letten en zo'n dingen. Goed concentreren, door het gaatje kijken en het blokje eraf schieten. Na een spannende strijd wisten Mara Wilms en Mees Philipsen de meeste bulkjes af te schieten. Ik vond het moeilijk, maar het ging goed. Had je moeilijke tegenstanders? Best wel. Ja, eentje. Mees en Mara mogen in de optocht tijdens het kinderoorles meelopen als koningspaar. De kleding hebben ze al gepast. Ja, het is wel heel leuk. En ja, lijkt me ook wel heel leuk. Het was mijn doel en het is gelukt. Ja, ik sta steeds te wachten op jou. Nee, dat mag ook. Ja.